Ontsnappen uit de kelder van het Drutensse gemeentehuis. Dat kan in de maand voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Op de nieuwjaarsreceptie van maandagavond maakt de burgemeester Lucien van Rieswijk bekend dat de gemeente er op deze manier voor wil zorgen dat ook jongeren op 21 maart naar de stembus gaan. Binnen 60 minuten moeten bezoekers opgesloten in de kelders van het gebouw en geplaagd door hackers een oplossing vinden die ervoor zorgt dat de verkiezingen kunnen doorgaan. In de kelder van het gemeentehuis komen twee escape rooms.